Johan, Christophe, je zegt dat er overal rondom ons muren zijn. Onzichtbare muren. En die muren, bij Christophe, zijn die eigenlijk een metafoor voor zekerheden. En waar ik echt de kiekeboebel van krijg, waar ik echt van in blazen trek, hè, dat is dat wij vandaag in een ontplofte tijd leven. En een tijd die nog niet hangt van de toevalligheden, maar dat wij nog altijd, juist gelijk als 40, 50 jaar geleden, vasthouden om de logica der zekerheden. Johan, op tv, al die tv-series, hè, maar die films, maar ook de meeste boeken, die worden allemaal zo wiskundig ineengestoken. Hè, overal, in de politiek, in de gazetten, in de media, op school, overal regeert de logica. Hier. Plus 1 is 2. En dat is truut. 1 plus 1 is niet altijd 2. Hey, als je een berg zand op een andere berg zand hebt, heb je geen 2 berg zand, maar in de ene grote berg zand. Hey, er wordt ons geleerd dat als je iets wilt bereiken, dat je dan de dingen moet plannen. Hey, dat je rustig en beheerst, stapje voor stapje op termijn moet denken. Echt waar, jongen, dat is truut. Dat is truut. Wij moeten met onze kop tegen die muren blijven botsen totdat die muren omvallen. Omdat daar, en daar, achter die muren, daar bevindt zich het wonder. Daar bevindt zich alles wat dat nog niet bestaat. Alles wat we nog niet kennen, alles wat dat nog niet bestaat, dat bevindt zich achter die muren. Jongen, alle grote schrijvers, Beckett, Bergmans, Boon, Cervantes, Céline, Einstein, Van Gogh, Columbus, dat waren allemaal zotten, hè. Die stampten alles overhoop. En die mochten nieuw dingen. Dingen die achter de muur lagen, dingen waarvan dat niemand zich kon voorstellen dat ze konden bestaan. Tot 1900, hè, konden alleen maar een brief naar Amerika schrijven. Die dat 14 dagen onderweg was met een boot. En een andere manier van communiceren bestond er niet. En niemand kon zijn eigen in het jaar 1900 voorstellen dat je vanuit Europa zou kunnen klappen met iemand in Amerika. Dat ging niet. Dat was onmogelijk. Dat wisten mensen toen zeker. En wel. In 1897 vindt Marconi de draadloze telegrafie uit. En in 1903, amper 7 jaar later, stuurt hij vanuit Londen een telegram naar New York. En dat is waar dat Christophe zijn filosofie over gaat. All things are possible.